In de Studio 100 studio's in Londerzeel lopen op dit moment de opnames van een nieuwe Vlaamse jeugdfilm. Dit keer is het de beurt aan Megamindy om een uitstap te maken naar het grote witte doek. Het geheim van Megamindy wordt een spannende film met een typisch Megamindy verhaal. We trokken naar Londerzeel waar we zichtbaar niet alleen waren om een kijkje te nemen op de set. Louis, vertel eens even kort, wat is hier vandaag allemaal aan de hand? Wel, we zijn natuurlijk, zoals jullie zien, op de filmset van Megamindy. En vandaag zijn we een aantal scènes aan het doen, op het einde eigenlijk van de film. Dus veel actie, veel gevaar en het is heel spannend. Kan je ons iets vertellen over het verhaal? Wel, dit is een typisch Megamindy verhaal. Dus Toby, Mieke en de commissaris zijn erbij. Mieke, opa en oma natuurlijk ook. Er is een ongelooflijk grote schurk, een dameboef. En zij roept eigenlijk alle gevaarlijkste boeven van de wereld samen om zo'n Megamindy te proberen verslaan. De reeks is er eigenlijk sprake van onbeantwoorde liefdes. Hoe zit dat in de film? Je moet komen kijken natuurlijk, om te zien hoe de liefde tussen Toby en Mieke en Megamindy zal evolueren. Maar ja, dat is een deel van het succes ervan. Hè. Dat blijft geheim. Geheim. De releasedatum dat de jongsten onder ons in hun agenda moeten schrijven is 1 juli. Want dan trekt het geheim van Megamindy de Vlaamse zalen in.